Dit is Tifayo, de grootste vijand van de politie. In onze video's zijn we vaak mensen aan het pranken. Maar deze video gaat helemaal over dat ik mij ga aangeven bij de politie. Want kijk, vaak komt de politie in onze video's. En wat wil je worden later dan? Pornoacteur. Maar nu gaan we naar hun toe. Ik weet niet of ik dagen, maanden of zelfs jaren ga vastzitten. Ik weet alleen dat ik na dit misschien licht ga zien. Dit is de jongen die de zeep liet vallen. Maar voordat we beginnen, druk die like-knop helemaal kapot. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Want dit is de spannendste video die we ooit hebben gemaakt. En een like laat me echt zien dat jullie de video's leuk vinden. Dus alsjeblieft, like het. Oké, we hebben net even gegeten. Het was een goede burger. Alleen, ik wil wel de chef bedanken. Want als je dit voor mij maakt, dan ben je mijn daddy. En dan moet ik je gewoon bedanken. Dus ik moet even bedanken. Een vraagje. Wie heeft dit gemaakt? Hallo? Heb jij dit gemaakt? Nee, die heb ik niet gemaakt. Je kan niet zomaar hier erop lopen, vriend. Heb jij dit gemaakt? Nee, wat is er? Nee, ik ook niet. Ik wil deze chef echt bedanken. Waar is de chef? Chef, wacht even. Luister, man. Nee. Dankjewel, man. Ga eens even oproeren. Wil je alsjeblieft niet meer zo aanraken? Wacht even. Bro. Chef. Ga eens even weg, jongen. Oké, ja. Chef. Toppers. Dat is hier ook verboden, hè? Toppers. Hij maakt 1000 foto's per seconde. Dankjewel. Wil je een hapje? Ja, man. Geen maar. Alsjeblieft. Ik zeg eerlijk, na al dat getrek van die man, ik moet poepen, man. En ja, laat me even naar het toilet gaan. What the fuck, man? Johnny, wat doe je met me? Johnny! Oh nee, ik ben deze jongen. Gaat goed? Oh ja, ik weet niet. Wie was aan het schreeuwen? Was u aan het schreeuwen? Oh ja, sorry, dan was het misschien Johnny Sins. Oké, geen probleem. De hele tijd zeggen mensen tegen mij, oeh, hoe gaat het met je vlogjes, hoe gaat het met je vlogs? Bitch, hou je bek dicht. Ik doe geen vlogs, we zijn prankers. Weet je, omdat jullie zo graag denken dat ik een vlogger ben, maak ik wel een vlog plus prank. Vlog prank. Let's go. Yo, what's good YouTube? Vandaag gaan we kijken hoeveel dildo's we in onze kont kunnen stoppen voordat we naar het ziekenhuis moeten. Ik denk 69, wat denken jullie? Drop een like, zeg wat je denkt, man. Yo, what's good YouTube? Vandaag gaan we weer een reactievideo maken over tepels en anussen. Vandaag gaan we de Tepel Twister 3000 proberen. Ik heb de anusvrijve Q5 al geprobeerd. Maar je weet, vandaag gaan we de Q6 doen. Let's go voor de 2 abonnees. Besef, deze man weet niet eens wat ik ga zeggen. Yo, what's good YouTube? Vandaag gaan mijn beste vriend als een olifant verkleed om me helemaal leeg te zuigen. En ik weet, seks met dieren is verkeerd. Maar vandaag kan het. Ben je ready vandaag? Ben je ready? Ik ben ready. De laatste 24 uur van Johnny Sins, daar gaat deze documentaire over. Wat moet hij doen als hij de zeep laat vallen? Oppakken. Oppakken, gewoon bukken voorover. Ja, hard. Dus je houdt van om de zeep op te pakken? Nee. Nee? Wil je in de camera zeggen, ik ben niet gay? Ik ben niet gay. Dit gaan we knippen. Ik ben gay. Ik ben gay. Wens Johnny Sins even succes. Succes. Johnny Sins. Johnny Sins. Today is a documentary about the last 24 hours of Johnny Sins, because he is going to jail. Do you have tips and tricks what he must do in jail? If he does go to jail, from what I've heard, you can't be a bitch. Johnny Sins has like a white belt on karate. He can fight a little bit. He can fight. Yeah. You can't act big. You can't act hard. Yeah, sometimes you can act hard. When you have not seen a lot of women long time, you get hard. So. You talking about dick-wise? Yeah, dick-wise. Get hard dick. I mean, if that's what you like, then that's what you like. That's what you like. You know what I'm saying? You like that or? I like bitches. You like bitches? I like big booty bitches. If you look at me, do you think if I grab the soap, I get clapped from behind? Do you know how to fight? If you want, we can do a sword fight now. No. I don't do sword fights. I like guns. I have big gun here. If you know what I mean, you know. If you were in prison and you dropped the soap, would you bend over to pick the soap up? Someone else is gonna pick it up for me. Oh, so you gonna clap the ass? Nah, bro. That's gay, bro. Are you gay? Yeah, man. But I was born like a woman. You're a woman? Yeah, woman. Why are you laughing? Okay, look. Why are you looking at my ass, man? You guys are setting me up. Do you want to say something to Johnny Sins? Either you beat someone up or you get beat up. Or sword fight. Goedemiddag. Kan je hier komen als je jezelf wilt aangeven of iets wilt bekennen? Ja. Ik ga even iemand erbij halen. Oh ja, is goed. Ja? Ik ga in mijn hoekje worden gestopt. Hoi. Hallo. Zullen we heel even daar zitten? Oh ja, scooter. Oh, geen probleem.
natuurlijk nog niet wat je gaan schieten. Oh, nee. Maar je bent niet tot... Antwoord verplicht. Nee, maar ik had wel een vraagje, want we wilden zeg maar een documentaire schieten. Yeah. Over het laatste uur van Johnny Sins, is dat mogelijk? Of? Nou, laat maar even weten wat... Ja. Kijk. Ik moest koekjes zetten en melk zetten voor de kerstman, gewoon die rode dikzak. Mijn vader, hij zei nog, ga het niet opeten of iets. Toen pakte ik het op en zette ik eentje tussen mijn billen en de melk goot ik over me heen. Over mijn tieten en ik genoot er gewoon van. Je bent wel serieus nu, hè? Ja, ja. Oké. Moet ik nu een handboeien of... Maar dit slaat op mij al op. Is dat niet strafbaar? Ja, dat is heel strafbaar. Nee, dit kan je wel een paar jaar zelf krijgen. Echt? Ja. Nee. Nou, als dit het is, dan houden we het hierbij, ja? Ja, dank u wel voor uw tijd. Droeg. Wil je komen om iets te bekennen? Oké. Het was vorige week en ik was gewoon uit eten. We hadden gewoon gegeten gedronken en ik moest heel snel naar het toilet. Dus ik ging naar het toilet en toen waren er gewoon 10 van die staande wc's gewoon open. Ze waren allemaal open. Er was 1 jongen aan het plassen daar. En ja, ik ben gay. In plaats van dat ik een vrije toilet ver weg nam, besloot ik om naast hem te gaan plassen. Dus ik heb de brocode nummer 1 regel heb ik verbroken. Maar het is niet strafbaar? Nee. Tenzij je echt handelingen hebt verricht tegen iemand zin in? Nee. Ik wou wel aan seconde zitten, maar ik had het niet gedaan. Nee, dan is het... Ja, dan is het niet... Maar het is meer een soort mannenetiketten, zeg maar. Het is niet een vaste regel, anders hadden die toiletten er niet gestaan. Dus ik kan gewoon, als ik wil, altijd naast iemand staan. Ja, kijk, of het geapprecieerd wordt, is een ander ding, hè? Wat heeft hij er iets van gezegd? Nee, ik keek hem gewoon aan, zo van, what the fuck doe je? Toen keek ik hem aan van, oh yeah, en dat was het eigenlijk. Stel, je komt naast iemand te staan, die is daar niet van gediend, dan kan dat uit de hand lopen. Ja. En nu zijn er natuurlijk... K-haters. Ja, want ook, ik ben nu met hem samen, mag ik het vertellen? Ik ben zeg maar met hem in een relatie. Ik hou wel echt van je. Doe het gewoon niet meer. Ik wens je een hele fijne dag. Goed, werkzaam meneer. Schatje, kom. Heel de tijd, ik was gezicht strak. Ik denk, zal ik het nu gooien? Ik kijk je aan. Ik moest dat. Killer, West Side, nigga. Ik ben gay.